Dit is zo'n chill nummer. In ieder geval, ik moet er snel doorheen praten in verband met copyright. Let's go. En welkom terug bij een nieuwe video van The Crew 2. En vandaag gaan we weer lekker verder met deze race game. Als eerste wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de reacties op de vorige video. Want ik had eigenlijk verwacht dat deze game niet echt goed ontvangen zou worden. En het tegendeel is bewezen. Jullie vinden het heel erg leuk en daar ben ik blij mee, want ik vind het een super vette game. En dat betekent dat we het lekker meer kunnen spelen. Of in ieder geval meer kunnen uploaden. Ik zou het sowieso spelen. Maar wat staat er vandaag op de planning? Ik heb niet echt specifieke dingen op één ding na. En dat is, ik wil sowieso een race gaan doen met een monster truck. En dat had ik in de vorige video al verteld. Heb ik toen niet gedaan, dus dat moet nou gaan gebeuren. Dus dat gaan we sowieso doen. Voor de rest heb ik mijn Lambo een beetje aangepast. Ik heb er nou die stickers op geplakt. Ziet er echt fucking nice uit. Tof auto. En het ziet er nou uit dat het inmiddels nacht is. Dat is niet echt ideaal. Kijk het uitzicht. Prachtig uitzicht. Wat een kut weer. Welkom allemaal in Los Angeles. En dit ziet er gelijk al een stukje leuker uit. Ik was net in Miami. En daar was het echt super donker, grauw weer. Ik denk, ik zal eens even ergens anders ingaan. En hier schijnt de zon. Prachtig weer. En het klinkt heel dom, maar ik vind het al zo verschrikkelijk irritant om naar video's te kijken waar het regent en waar het mistig is. En ik heb er echt een hekel aan. Dus nu hebben we een mooi zonnetje, daar worden we lekker energiek van. En we gaan beginnen met een race met de Lambo. De vorige keer had ik ook een race gedaan met de Lambo, maar dat was een hele saaie race. En dat was ook op normal difficulty. En we hebben hier een race, dat is volgens mij op hard difficulty. Dus dan gaan we die even doen. Dan is het toch wat interessanter. Want anders dan rijd ik eigenlijk binnen de kortste keren eerst en dat is geen zak aan. Want de auto was gewoon te snel. Dat was gewoon echt een feit. Dus we gaan het zien. Ik zie hier twee events rechts van mij. Maar ik heb mijn god geen idee of dat de events zijn die ik zoek. We gaan even kijken op de map. We zijn 7 levels boven het minimale. Dus dit zal interessant worden. Wereldrecord was 1 minuut 55. Dat zullen we waarschijnlijk niet gaan verbreken. Maar we gaan zien wat we wel kunnen doen. En er rijdt een motor mee. Oké, dat is great. Motors moeten toch altijd voordeel hebben in dit soort races? Vooral een race met veel bochten. Want over het algemeen zijn motors toch veel sneller in bochten dan auto's. Hij moet wel oppassen. Heb ik deze... Ga je me nou vertellen dat dit exact dezelfde race is als ik de vorige keer heb gedaan? Dit is volgens mij exact dezelfde race. Yup. Dit is exact dezelfde race. En dit is op hard difficulty. What? Oké, nou. Laten we het er maar gewoon op houden dat ik gewoon een geweldige coureur ben. Ik denk dat dat het beste is. En ik twijfel of dit nou wel... Nee, dit is... Deze rap komt mij heel erg bekend voor. Laten we het daarop houden. Maar ik weet niet of dit dezelfde race is. Dit is heel kort. Kijk hoe kort deze baan is. Oké, nou. 3 laps in total, gok ik. Is dit de laatste lap of komt er hierna nog één? Ik heb geen idee. We rijden momenteel wel 7 seconden voor op nummer 2. Dus dat is gunstig, I guess. Dit is volgens mij wel de laatste lap. We zitten nu op 1 minuut 40. Are you kidding me? 1 minuut 55. We zitten nu op 50. 1, 2, 3... Dat was geen wereldrecord, dat kan niet. Wat was dat dan? Ik dacht dat ik serieus wereldrecord zou staan. 1 minuut 55. Dat was niet het wereldrecord, dat kan niet. Anders had ik nou het wereldrecord gebroken. Geloof ik niks van. We hebben wel lekker wat geld. En we zijn level up. Icon level 4. En we gaan even de upgrades op deze auto gooien. Even kijken wat we hebben. En ik denk dat we zometeen ook even deze Porsche erbij kunnen pakken. Is misschien wel een leuke auto. En deze auto is een beetje lelijk, want niet lelijk qua looks, maar hoe ik in deze auto kom is, dit was eigenlijk onderdeel van de Gold Edition van de Crew. Maar ze hadden iets fout gedaan bij de Crew, waardoor alle Gold content nog niet unlocked was voor de mensen. En daardoor had ik deze auto de vorige keer dus nog niet. En waaronder ook nog een nieuwe boot en nog wat nieuwe vliegtuigen. Dus... dat is vandaar. Ik heb trouwens in de tussentijd ook een nieuwe motor gekocht. Want we moeten beginnen met motorraces. Daar gaan we zo meteen nog eentje doen. Ik heb ook nog dit gekocht. Een leuke off-road auto. Dus ik heb al wat geld uitgegeven. Ik ga eerst zelf mijn auto upgraden. En alle overtollige upgrade parts die gooi ik op die Porsche.
En die kunnen we zometeen ook nog even kunnen upgraden met een mooie whiteboard. Ik weet dat dat kan. En dat is fucking vet. Dus daar heb ik al zin in. Kijk eens aan. Prachtig mooi Porsche. Ik vind het echt een super vet bak. Ik had zo graag gehoopt dat dit een driftspec was. Helaas is dat niet zo. Dus ik kan deze auto niet gebruiken voor driftraces. Dat vind ik echt zonde. Downtown Escape. Oké. Okay. Dit zijn een soort van minigames. Waarbij je dus die cirkel moet ontlopen. Nou, dat gaat sowieso wel lukken, zo te zien. Dan krijg je allemaal extra XP voor en geld en zo. Gewoon van die leuke random events. We hebben hem nou al gehaald. We kunnen kijken of wij zo ver mogelijk kunnen ontsnappen. Ik ga hier gewoon offroaden. Never mind. God damn it. We gaan zo meteen trouwens wel even terug naar mijn garage. En dan gaan we deze auto dus even upgraden. Yay! We gaan eens even richting mijn huis. En ik heb helaas nou nog steeds maar één huis. En dat is echt een verschrikkelijke locatie. Dus ik kan niet wachten tot wij eindelijk een nieuwe locatie krijgen. En we hebben nieuwe items blijkbaar. Ik heb mijn god geen idee hoe ik daar aankom. Maar we gaan het zien. Welke kleur zal ik deze Porsche maken? Ik zit eraan te denken om een groen te doen. Een beetje, niet echt felgroen. Een beetje de combinatie donkergroen, lichtgroen. Lijkt me op zich wel een vet idee. Switch cars. Deze. Ik heb deze auto dus nog helemaal niet aangeraakt qua tuning. Dus ik weet niet wat er precies is. Ik had van Black Dragon gehoord dat er een white body is. Dus dat is sowieso awesome. We hebben vier verschillende motorkappen. Carbon fiber, I don't know. Ik vind die hoodpins wel vet. Vooral die exposed. Dus dat is wel nice. Weet je wat, ik ga eerst wel even de kleur veranderen. Ik denk dat dat belangrijk is, want we zien bijna niks met... Oeh, blauw is ook wel mooi. Oh, wacht. Dit is perfect. Dit is de standaard kleur voor deze Porsche. Misschien geel. Geel is ook gaaf. Geel is ook wel vet, hè. Geel is ook wel vet. Ik zit te twijfelen. Ik vind het ook wel een bijzondere kleur. Misschien lijkt het te veel op mijn Lambo. Ik begin met geel. We kunnen die kleur altijd nog veranderen. Dat doet er allemaal nou niet zo heel erg toe. Ja. Dan gaan we kijken voor visual parts. Ik denk dat ik voor die hoodpins ga. We kunnen carbon fiber, maar ik denk niet dat dat heel erg mooi is. Ik kan er heel even mee wachten voor de zekerheid. Front bumpers. We hebben 18 verschillende bumpers. Oh, we beginnen met de lampen. Ah, oké. Maar we zoeken naar iets met de white body. Want dat is gewoon bruut. Kijk. White body ziet er zo ziek uit op zo'n auto. Even kijken. Ik moet bekennen, ik zie niet heel erg veel verschillen. Ik vind deze denk ik mooier, deze bumper. En dan, zo. Ik vind hem wel mooi. Die andere die vind ik misschien net een tikkeltje te extreem. Deze is nice. Ja, wat voor velgen gooi je onder zo'n auto? Het is een oudere auto. Ik ben eigenlijk geneigd om gewoon de standaard velgen rond te laten liggen. Want het is een beetje lastig. Wat wil je eronder hebben? I don't know. Ik vind dit op zich wel vet, maar... Ik denk niet dat echt staat onder zo'n auto. Gevonden! Yup, got him! God damn it. Oh, de mensen die dit hebben, die moeten echt afgeschoten worden. Sorry. Ja, ik ben eigenlijk geneigd om even gewoon de standaard velgen er rond te laten liggen. Gewoon even voor nu. We zien wel of we het uiteindelijk nog veranderen. Calipers. Zullen we die ook geel maken? Waarom ook niet? Side mirrors. Spiegeltjes. Oh, die zijn klein. Nee. Is dit carbon of is dit zwart? Ik kan het niet echt zien. Dat is gewoon zwart. I don't know. Ik denk dat ik zo'n stok laat. Rear wing. Oeh, dan kunnen we zeker zo'n hele grote spoiler. Oh, dat... Met nadruk op groot. Ja, dat is behoorlijk groot. Dat is een beetje te groot. Ik bedoel eigenlijk zo eentje. Ik ben echt een verschrikkelijk persoon als het gaat om dit. Ik kan gewoon nooit keuzes maken. Ik denk dat ik hem zo doe. Ik ga nog heel even naar die zwarte. Nee. Ik vind deze mooi. Oké. We hebben de spoiler. Die kost ook echt allemaal belachelijk veel geld trouwens. Rear bumper. We hebben standaard al white body volgens mij, of niet? Of, nee, we hebben nou pas. Oeh, look at that body. Ik denk dat ik voor deze ga. Gewoon twee uitlaten, vind ik prima. Super breed. Deze auto is echt insane breed trouwens. We kunnen ook nog het interieur veranderen. Ik weet niet wat toepasselijk is. Ik ben eigenlijk geneigd om voor dat crème te gaan. Het is een oudere auto. Die hebben vaak wel een beetje crème kleurig interieur. Maar tegelijkertijd interesseert het me eigenlijk geen hol. Dus ik laat wel even zwart. Ik heb niet zoveel geld om rond te gooien, oké? Okay? Ik moet rustig aan doen. Ik wil gewoon iets dat heel erg simpel is. Gewoon een klein detail. Wat niet too much is. Politie!
Gulf. Nou, dus deze zijn allemaal heel erg race georiënteerd. En dat is niet iets wat ik zoek. Dit zou in principe nog kunnen, maar ik denk dat ik hem gewoon zo laat. Het zal wel. Ik vind hem mooi. We gaan naar buiten en we gaan er even mee crossen. Die velgen vind ik ook perfect. Ik wil het niet graag toegeven. Maar ik vind deze waarschijnlijk wel vetter dan mijn Lambo. Gewoon omdat hij zo breed is. Dat ding is echt insane. Nice. Ik vind het zo jammer dat het geen driftspec is. Ik blijf het zeggen. Dit was echt perfect geweest. Oeh, dat was op het nippertje. We gaan even op zoek naar een race. We kunnen hier een race gaan doen. Dit is Miami waar we nou zijn. Ik zie hier ook gelijk een event voor mij. Vermoedelijk ook een hard difficulty. Want ik heb al de normal difficulties volgens mij tot nu toe al gedaan. Op een gegeven moment unlock je weer nieuwe races. Als je hoger levels bent volgens mij. No. Dit is op normal. Ik wil switchen naar hard difficulty. Hoe doe ik dat? Oké, we gaan eens even zien hoe deze Porsche rijdt. Winder is. Dankjewel voor de uitleg. Fijn dat je er eventjes uitlegt hoe het zit. Ik moet de race winnen. Ik had dat er niet door. Toppie. Maar ik ben benieuwd hoe deze Porsche gaat rijden. Of in ieder geval in deze race. Want ik merkte net al gelijk van het begin af aan. Dat hij niet zo snel was als mijn Lambo. Maar in principe zou hij snel genoeg moeten zijn. En dit is trouwens wel een mooie race. Een zonnetje schijnt. Palmboompjes overal. Miami is the place to be. En ik rij eerste. Hell yeah. Oh, ik miste bijna de checkpoint. Dat geluid van deze auto is soms wel insane, jongen. Die pops. Je hoort ze niet veel als ik... Hier, dit. Dat is vet als je terug uitschakelt. RPG. En ik kan je garanderen... Dit gaat geen makkelijke race worden. Ik rij momenteel eerste, ja. Maar zij komen sowieso dadelijk mij nog een keer voorbij. Shortcut. Pas op. Op een nippertje. Het nadeel aan deze game... Of ik weet niet of het daadwerkelijk een nadeel is, maar het is soms een beetje lastig om te weten waar de weg is. Het geeft je wel veel vrijheid, want je mag eigenlijk een beetje overal rijden zolang je de checkpoints maar pakt. Maar soms is het echt lastig om te zien waar je nou exact heen moet. Wat was ook alweer het wereldrecord voor deze race? Ik weet niet meer. Ik had het net wel zien staan. Maar dit was een vrij lange race, kan ik me herinneren. Dus iets van 7 minuten of zo. Oh, daar hebben we die GTR al. Ik zei het net nog, hè. Die komen daar een keer voorbij vliegen. Letterlijk vliegen. Holy shit, die auto is snel. Ik had eigenlijk de GTR moeten kopen. Die is super cheap. En dat ding is knijtersnel. Maar ik wilde niet allemaal weer voor GTR's gaan. Dat is zo voorspelbaar. Jullie weten van tevoren al dat ik Skylines ga kopen. Dat is een beetje... Ik weet niet. Dat is een beetje saai. Het begint een beetje saai te worden om altijd dezelfde auto's te kiezen. Volgens mij wordt het echt een beetje nek aan nek met die GTR. Die andere mensen... Oh, remmen. Die andere mensen die zie ik niet eens op de map. Oh, wacht. Die zie ik wel. Die komen er nou aan. Oeh, die pops. Dat klinkt echt insane. We zitten nou pas op de helft. Ik rijd 800ste voor op de GTR. 1 foute bocht. En hij komt mij voorbij vliegen. En volgens mij is dat nou al. In de buitenbocht zowat. Nou, op het nippertje. Hier moet je oppassen voor die palen. Die pilaren. Die zijn... Wat zeg ik nou net? Dat was lelijk. Ik weet niet of je zag wat er gebeurde. Maar mijn auto die sprong ineens de lucht in. Dus ik kon niet meer sturen. Ik weet niet wat ik raakte. Misschien reed ik over een of andere overstekende kat heen. Dat mijn auto de lucht in sprong. Geen idee. Lisa, laat me er langs. Er is eigenlijk best raar, hè. Maar deze auto is zo thick. Maar op een gegeven moment heb je dat gewoon niet meer door. Het lijkt eigenlijk gewoon een normale Porsche. Omdat je er gewoon al gelijk aan gewend bent. Ligt het aan mij of begint het behoorlijk donker te worden? En die verlichting op mijn auto die werkt volgens mij ook niet heel erg goed. Want het doet volgens mij helemaal niks. Oh, no, Lisa. Nee. Je hebt de hele tijd achter mij gereden. Dan kom je mij nou niet eens voorbij voor het einde, hè. Ik zie het alweer gebeuren. Fuck off, Lisa. 92%. We gaan het nou niet verpesten hier. Ik heb mijn nos een beetje bewaard. Oh, hij is gecrashed. Yes. Lekker voor je. Ik zat mijn nos een beetje op te sparen. Voor het geval dat ik op het einde nog even snel een nos boost kon doen. Oh, en ik rijd nog even een winkelpand in. Victory! First place. Oeh, daar heb ik voor moeten strijden, hoor. Dat was misschien niet te zien. Omdat ik het grootste gedeelte wel voorreed. Maar
was een lastig raceje. En 28.000? Wat? Hoezo krijg je zoveel geld voor? En een hoop parts? Damn, boy! Ik kan deze parts dus ook op mijn Lambo gooien. Ik denk dat dat wel slimmer is. Maar ja, hey, weet je wat? I don't care. Weet je wat we nou gaan doen? We gaan iets doen wat ik in de vorige video al lang had moeten doen. En dat was een race met een monster truck. En ik heb dat dus nooit gedaan. Ik heb nog geen enkele monster truck race gedaan. Dus ik weet niet hoe ze zijn. Ik had gehoord dat ze belachelijk traag zijn. Maar ik wilde dat bewaren voor deze video vandaar. Het is in principe een Fiat 500. Of een bar. Maar er is een Fiat 500. Een Fiat 500 monster truck. Nu heb je alles gezien. I can die in peace. Dit is zo belachelijk. Wat? Hebben wij loopings? Waren dat... Volgens mij waren dat loopings. Are you kidding me? Dat zijn loopings. Yup. Wat is de bedoeling? Dit is een stuntpark. Wat moet ik doen? Oh. Dus wij moeten stunts doen en volgens mij deze punt... Oh, daar hebben we heel veel... Ah! Woo! Wat? Ik had... Oh! Do a barrel roll. Ik had verwacht dat het een race was, maar dit is dus een stunt... noem je dit? Een stuntpark. En ik moet dus gewoon 9000 punten bij elkaar zitten sprokkelen. Deze auto is zo traag. Ik denk niet eens dat ik die loopings kan doen, maar ik ga het wel proberen. Ik kan het niet laten. We gaan hier... Come on, blijf plakken! Oh, dat werkt ook nog! Kijk! Zonder probleem! En dan springen we hier en dan pakken we die 500 nog mee. Woo! Er zijn zoveel van die dingen. Kijk daar, nog een looping. Het probleem is, deze auto is gewoon echt te traag. Ik moet deze auto sowieso upgraden. Maar dat komt sowieso nog wel goed. Er zijn ook meerdere monster trucks, by the way. Dit is niet de enige. Je hebt echt de meest belachelijke monster trucks. Oh, daar lagen mijn punten. No! Weet je wat? Ik ga hier tegen die ramp omhoog rijden. En dan doe ik een backflip. Een backflip in een monster truck. Because why not? Woo! Oh, ik landde hem ook nog. 720. We hebben bijna genoeg punten. Volgens mij als ik dit... misschien nu. Hebben we nou genoeg? Ja, we hebben genoeg. Kijk eens aan. Dan hebben we nog een minuut over. In principe is deze auto niet heel erg traag. Want... Oh, nog een dubbele backflip. Ah! Oké, ja, made it. Ik reed net wel 150 ongeveer, maar het voelt enorm traag. Oh, niet... niet naar beneden vallen. Dat ging prima. Ik vraag me af of dat andere event in de haven dus ook zo'n stuntpark is. Of juist een race. Want ik zou ook graag wel races willen doen met de monster truck. Ook al gaat dat misschien wel allemaal behoorlijk traag. Oké, ja, nailed it. Ik heb zojuist het aantal punten verdubbeld. Wij moesten 7000 punten hebben. En ik heb er nu al meer dan 15.000. Easy. Hell yeah. Oh, we moesten 9000. Dat is 7000. Oké. Okay. We hebben het niet verdubbeld. Oh, oké, maar rijden. What the fuck. Nou ja. We hebben dat ook weer gezien. Interessant. Ik denk dat dat het juiste woord is. Loot sent to mailbox. Waarom dat nou weer? Dat is dan een flauwekul. Foto. Nearby. Wat? Not a scratch. Perform a close break with another player. Er is hier niemand. Het is hier forever alone. Ik kan hem wel accepten, maar dat heeft geen zin. Dit is zo raar. In principe voelt het gewoon alsof ik in een normale bar draai. Alleen ik ben nou gewoon 3 meter hoger, zeg maar. Maar dat heb je helemaal niet door. Alleen het geluid natuurlijk. En oh, backflip. Wow, nailed it. En ik rij in het water. Godsamme. Welkom allemaal in the middle of nowhere. We zijn momenteel onderweg naar een motocross event. En momenteel zit ik dus op mijn motortje. Dit is een KTM. En we zijn dus in the middle of nowhere. Dit is in principe vergelijkbaar met mijn woonplaats. Dus dit is waar ik woon. Komt er wel een beetje op neer. Wel even afgelegen. Maar we hebben hier een race met motoren. Ik heb momenteel nog maar één motorrace gedaan. En ik vond het persoonlijk vrij lastig. En dat komt omdat die motoren heel erg... hoe noemen we dat? Heel erg snel reageren. Vergeleken met auto's. Dus als je een klein beetje stuurt, dan gaat het heel snel. Dus dat vond ik zelf een beetje lastig. Dus we zullen zien hoe dit gaat. Iedereen heeft een mooi racepak trouwens. Ik zit hier met mijn shirtje. Oh, ik ben echt zo'n...
Het is een amateur. Ik hoor hier niet thuis. Backflip. Wow. Oké, amateur. Get on my level. Oh, nog één. Back to back. Hell yeah. Kan ik een 3 op rij doen? Oh. Kijk mij gaan, jongen. Ik ben niet te houden. Oké, ik ga er nou niet nog in doen, want er gaat toch een keer fout. Dat snappen jullie ook wel. Oh, no, 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 wat? Ik wilde het doen. Godverdomme. Ik zat te twijfelen en dacht, ja, ik doe een backflip. Toen dacht ik halverwege, nee. Doe ik niet. En dan krijg je dat. Het is altijd alles of niets. Anders krijg je dat soort probleempjes. We rijden alweer derde. Komt goed, jongen. Komt goed. Dit is wel een kleine baan, trouwens. Ook wel logisch, natuurlijk. Maar we zitten nu al bijna op de helft. Dus, ik moet meters maken. Come on. Sorry. Beetje afsnijden. Moet kunnen. Ik krijg gewoon buiten de baan. Ba-da-ba-da-ba. Kijk, nou we zitten op de helft. Dat was één lap. Hier kon ik mijn backflip doen. Woop! Je moet echt die grote rems pakken. Die kleine rems. Kon dat hier ook? Nee, nou doe ik het weer! Je moet gewoon alles of niks. Je moet niet halverwege bang worden en dan niet doen. Oké, we gaan nou rechtsaf. Net gingen we linksaf. En net ging ook... Ik weet niet, laat maar. Whatever. Ik moet dit winnen, dat snappen jullie wel. Oh, ik rij nou al 2, nevermind. Ik heb al bijna gewonnen. Ik ben geneigd om gewoon voorbij die rams te rijden. In principe gaat dat veel sneller, want die rams, die rem behoorlijk af. De race zit er bijna op. En ik rij nou nog steeds derde, hè. Waarom ben ik zo traag over die rams? Ah! 90%! Nee. Ik kan niet verliezen! Oké, ik wil dat salto doen, maar fuck dat. Ik ga die risico's niet nemen. First place, baby. En ik breek weer mijn nek. Nou, oké. Ik kan rechtstreeks naar het ziekenhuis. Ik kan niet eens meer vieren dat ik gewonnen heb. Waar we trouwens een hoger icon level zo te zien? Level 5 alweer. Gaat snel. Ik heb echt geen idee waar ik ben. Ik kan de weg gewoon niet meer vinden. Ik blijf maar gewoon doorrijden. En er zijn geen wegen te vinden. Dus ik kan het beste denk ik deze video gewoon niet beëindigen. Dus ja, hopelijk heb je genoten van de nieuwe video van The Crew. Ik moet sowieso altijd een beetje meer opletten hoe lang mijn video's zijn. Want ik ben heel erg geneigd om veel te lange video's te maken. Of in ieder geval veel te lang op te nemen. Ik knip dan heel vaak heel veel weg. En dat merken jullie natuurlijk niet, want jullie zien alleen het eindresultaat. Maar over het algemeen probeer je toch een beetje video's rond de 20 minuten te houden, maximaal. Langer dan dat is vaak niet gewenst. En ik weet dat er heel veel mensen bij zijn die graag langere video's zien. Maar over het algemeen hebben de meeste mensen geen tijd om een 30 of 40 minuten video te kijken. Dus ik probeer ze vaak wel korter te houden. Ook al lukt me dat meestal niet. Maar ja, ik ga de video hier dus beëindigen. Als jullie iets specifieks willen zien voor in de volgende video, laat het achter in de comments. Want je hebt echt zoveel verschillende voertuigen. Ik wil sowieso nog een video gaan doen met touring cars. Dus echt van die racecars. We hebben ook nog Formule 1 auto's. We hebben natuurlijk nog de boten, de vliegtuigen, van alles nog wat. Dus ja, als jullie dat willen zien, laat het achter in de comments. Laat even een like achter als je deze video leuk vond. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En klik op die bel. En hopelijk zie ik jullie allemaal heel snel weer terug met een nieuwe video van The Crew. Dus tot dan en houden we.